Ja, is weer Marcel Positivo. Een opmerkelijk nieuws, dit keer vanuit Londen. In Londen vliegen vanaf vandaag bijen met nummerborden op hun rug. Ze zijn onderdeel van een project van een universiteit daar in die plaats, omdat er de laatste decennia steeds minder bijen en hommels zijn. Door hun te nummeren en vooral mensen opdracht te geven, als die bijen zich bevinden in de tuin van een burger of waar dan ook aangetroffen worden, wil ze graag weten waar ze zijn, op welke bloemen ze hebben gezeten en op die manier kunnen ze kijken wat de oorzaak is, want tot nu toe de oorzaak van die terugloop van de bijen en de hommels, ja, dat is dus tot nu toe nog niet bekend. Dus ze willen graag de oorzaak dus weten, wetenschappers, en dan denk ik, zit een, met een speciale elektronische, mechanische straling, denken ze, we kunnen vermoeden dat de luchtkwaliteit de oorzaak kan zijn. En er wordt onderzoek gedaan dus door middel van het nummerbordje die bij op de rug heeft. Nou, het is heel bijzonder. Door de bijen had je Londen los te laten, hopen ze de onderzoekers meer te kunnen leren over de combinatie bij en de stad. De nummerborden moeten Londenaren ook leren de bijen als individuele te zien. Nou, ik ben benieuwd of dat project kans van slagen heeft. Het zal natuurlijk fantastisch zijn om de oorzaak te kunnen achterhalen en daar, wat belangrijk is, om daar een oplossing voor te vinden. Nou, ik weet de oplossing niet, maar ik ben ook geen bijen-expert, ik ben ook geen imker. Maar er zijn vast wel mensen die daar wel raad mee weten. Dus hopelijk wordt dit opgelost en zal natuurlijk geweldig nieuws zijn. Want je moet er niet aan denken, want bijen en hommels doen toch heel veel goede dingen voor de mensheid. En op je brood, honing is natuurlijk heel erg lekker, maar dat is een leuke bijkomstigheid. Ik hoop dat de oplossing nabij is. We gaan het beleven en tot de volgende keer.